Dan gaan wij door naar burgerbelangen. De heer Van Druten. Druiten, sorry, ja, excuus. Ja, daarom, ik kan het nog leren. Hè? Dank u. Nou, voorzitter, duidelijk is dat de kiezer gesproken heeft en niet de voortgang wil van de oude coalitie. En een andere keuze heeft gemaakt de afgelopen raadsverkiezingen. Waarbij D66 een grote winnaar is en ook onze eigen fractie Burgerbelangen. Waarvoor ik ook onze kiezers wil bedanken dat ze het vertrouwen in ons hebben gesteld. En op basis van de uitslag hebben wij de vraag heel letterlijk geformuleerd. Hè. Er stond ook van, nou, wat is de coalitie die u in gedachten heeft? Het is jammer dat veel coalities zich hier niet over uitspreken. Ik denk dat het goed is om het wel te doen, want het geeft duidelijkheid ook naar de kiezer. En op basis daarvan, op basis van de uitslag, ga ik met die coalitie komen, voorzitter. Dat is in mijn beleving de SGP, omdat ze gewoon de winnaar zijn, de grootste partij. Ja, en dat is gek dat ik dat zeg, maar als tweede toch de ChristenUnie. Ik sta er zelf ook van te kijken. Gemeentebelangen, D66 en burgerbelangen. En dat is eigenlijk ook wat mevrouw Otter aangaf van de ChristenUnie, is ook de balans die erin zit. En dan hebben we ook gekeken naar christelijk versus seculier, links en rechts, hè, in hoeverre die verschillen zijn, of progressief en conservatief, waarbij wij natuurlijk rechtsprogressief zijn, wat ook betekent dat we op veel vlakken progressief denken. Maar als het gaat om immigratie en dat soort dingen, zijn we gewoon wat behoudender en wat conservatiever. Maar ik denk wel dat het goed is in Ede om die balans te houden. Omdat we dan eigenlijk een zo groot mogelijk draagvlak zien. En wij sluiten ook geen partijen uit om mee te praten. We vinden dat ook een rol van de volksvertegenwoordiging. Je kunt niet zeggen als je politicus bent van we sluiten partijen uit om mee te praten. Dat is absurd. Dat kan niet. Wij als politici horen het goede voorbeeld te geven door met iedereen te praten. En op basis van argumenten aan te geven waarom iets wel of niet werkt. Wat wij belangrijk vinden, wat we in ieder geval in het akkoord willen terugzien, dat is graag toch wel de mogelijkheid om de tunnel op de Kerkweg, of in ieder geval een wijk-wijk autoverbinding, te onderzoeken, op zijn minst. Hè. Het liefst zouden wij natuurlijk die verbinding hebben, maar in ieder geval zouden we graag in het akkoord zien dat dat terugkomt. Dat we gaan nadenken als politiek om een alternatief voor de biomassa-energie te geven of te creëren en daarover na te denken, dus om daarmee bezig te gaan. Maar ik zie een interruptie van de heer Koekoek. Dus dank u wel. Ik hou wel even stil. Ja, ik wacht meestal op een komma, maar die het liep wat door. Meneer Koekoek. Dank u wel, voorzitter. Ja, bedankt ook heer Van Druten voor het schetsen van de ideale coalitie volgens Burgerbelangen. En nu had u het net ook even over de ChristenUnie. Die had bijvoorbeeld ook als een van de eigenschappen om die bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen, is eigenlijk dat je ook bereid bent om compromissen te sluiten. Nou, en nu ken ik de Burgerbelangen als een partij die vaak graag de standpunten duidelijk verwoord, hè? Maar die bereidheid om compromissen te sluiten, heeft u die ook? Ja, want anders stel ik namelijk deze coalitie niet voor. Want waar u het over had, van een ruk naar rechts, om maar iets te noemen, dan hadden we liever gekozen voor het CDA, de VVD, gemeentebelangen, burgerbelangen, om iets te noemen. Dus daar waren we likkerbarend van geweest als zo'n coalitie er lag. Maar wij erkennen ook de politieke werkelijkheid in Ede. We erkennen ook de verkiezingen die zijn geweest. We erkennen dat de CDA is afgestraft, hè, electoraal, en ook de VVD, hoe hard dat ook klinkt, maar het is wel gebeurd. En we zien ook dat de ChristenUnie ook een grote partij is. Dus wij zijn wel degelijk bereid om compromissen te sluiten. En dat kunnen we onze kiezer ook uitleggen. Want de kiezer weet namelijk ook, als wij een bepaald mandaat hebben en we kunnen andere dingen bereiken, dat we ook compromissen kunnen sluiten. En dat wil ik ook nog wel in de openbaarheid doen. Daar hoef ik geen achterkamertjes. Ik ben daar heel transparant in. Dank u wel. De heer Meijer? Ja, ook even een vraag over de compromisbereidheid van burgerbelangen. Want u stelt een coalitie voor van vijf partijen, waar vier partijen voor de opvang van vluchtelingen zijn. Dus u gaat dan akkoord met de opvang van vluchtelingen, begrijp ik. Vijf partijen, waarvan vier partijen steeds voor de begroting van de gemeente Ede hebben gestemd, behalve uw partij die altijd tegen de begroting heeft gestemd. Dus ik ga er dan vanuit dat u ook voor de begroting van de gemeente Ede gaat stemmen. De heer Van Druten? Nou, we hebben niet altijd tegen de begroting gestemd. We hebben wisselend ingestemd, niet ingestemd. Maar goed, ik ga ervan uit dat is op pand wel terug te vinden en in de documenten. Ik denk dat de cruciale vraag die u stelt natuurlijk het vluchtelingenvraagstuk. Als oud-wethouder Financiën stel ik ook die vraag over die begroting waar u elk jaar tegen hebt gestemd. Nou, dan heeft u volgens mij echt een selectief geheugen. We hebben meerdere malen voor de begroting gestemd, wel eens met een voorbehoud of dat soort zaken. Ik bedoel, dat op zijn minst.
Maar wij kiezen of om in te stemmen met een voorbehoud, wat de SGP ook vaak doet, of tegen te stemmen. Maar dan is het op cruciale zaken zoals het onderhoud in de openbare ruimte, wat wij schrikbarend vonden. Ja, dat zijn dingen, dat kunnen we onze kiezers niet aandoen. En we zijn duidelijk. En ik kan nu ook zeggen, voor ons kan dat best een breker zijn. Want als we nu gaan beslissen in een collegeakkoord dat de openbare ruimte weer de sluitpost is, denk ik niet dat we er deel van uitmaken. Want we houden die duidelijkheid wel degelijk. Maar we zijn altijd bereid voor compromissen. En we zien ook dat de samenleving breder is dan burgerbelang alleen. We worden wel steeds groter. Dus dat is misschien ook handig voor de ChristenUnie om te zien dat de Hosanna-stemming waar uw fractie vaak in verkeert, in werkelijkheid vaak ook wat iets getemperd kan worden. En daar zijn wij misschien een uitgelezen partij voor, om ook de andere kant eens te belichten. Meneer Meijer? Ja, voorzitter. Ik was heel benieuwd wat de heer Van der Uyt ook gaat zeggen over vluchtelingen. Want daar is hij afgelopen jaren heel erg duidelijk in, hoe zijn partij dat erover staat. Nu stelt hij een coalitie voor van waarin vier partijen zitten die voor de opvang van vluchtelingen hebben gestemd. Dus ik neem aan dat u dan ook zegt, nou, daar ben ik van plan een compromis over te gaan sluiten. Heer Van der Uyt? Dus Kop van Delen gaat gewoon door, daar komt gewoon een AZC. Nou ja, dat is besloten, dus dat ligt niet opnieuw in een coalitieakkoord. Maar ja, een tijdelijke opvang, dat zou bijvoorbeeld iets kunnen zijn waarover wij na kunnen denken. Dat is iets anders dan het proactief hier altijd als Ede vooraan staan. Maar tijdelijke opvang voor vluchtelingen, of in ieder geval ook, ja, dat zou een compromis kunnen zijn. Maar dat hangt er wel vanaf wat we daarvoor terugkrijgen. En dan moeten we dat ook aan onze kiezers gaan uitleggen, want dat is wel een kleine verschuiving. Maar goed, misschien kan de ChristenUnie ook een keer iets opschuiven dat het niet zo gepromoot wordt. Want u wil ook een coalitieakkoord sluiten en u zult dan ook compromis moeten doen, net zoals u dat van ons vraagt. En dan kunt u niet alleen naar ons wijzen. En het kan ook zijn dat we er niet uitkomen, om iets te noemen, dat we gewoon toch niet meedoen in die coalitie. En we hebben liever een andere coalitie, laat dat vooropstellen, met het CDA en de VVD erin, omdat het ideologisch beter uitkomt. Maar wij hebben bewust als fractie gekeken van wat heeft de verkiezingsuitslag gedaan en wat is het beste voor Ede. En daarin zeggen we van, nou, dan is dit een coalitie als je op basis van de cijfers uitgaat en wat de kiezer heeft gesproken, want we hebben nog steeds een draagvlak van 25 zetels. Dat lijkt ons dan het meest logisch om ook de balans in Ede goed te houden op z'n Edes. En ja, daarvan zullen wij ook compromissen moeten sluiten als we meedoen. En dat weet onze kiezers ook. De heer Meijer? Ja, ik wil de heer Van der Uyt van harte bedanken voor zijn antwoord. En het verheugt me dat met een zetel erbij voor burgerbelangen plotseling vluchtelingen ook welkom zijn namens burgerbelangen in Ede. Dat vind ik echt een vooruitgang. En eens met u, ook de ChristenUnie heeft en zal compromissen moeten sluiten die we naar onze achterban moeten uitleggen. Net als u blijkbaar die bereidheid hebt. Dat doet me deugd. De heer Van der Uyt? Ja, ik snap het. Maar dat geef ik wel een voorbehoud aan. Wij zijn ook vaak tegen, omdat het huidige asielopvang verkeerd is ingericht. Wat we nu ook zien, dat mensen uit veilige landen plekken bezet houden voor mensen die het nodig hebben, zoals in de Oekraïne. En dat is mede mogelijk gemaakt door fracties als de ChristenUnie. Dus het probleem wat we nu hebben, dat is eigenlijk ook een uitvloeisel van uw eigen barmhartige politiek voor mensen die economisch hier naartoe willen, waarvoor we voor de echte vluchteling geen plek hebben. En ja, de echte vluchteling, daar is niemand tegen. Ook burgerbelangen niet. Meneer Van der Uyt was klaar, dank u.